Caesarea is een van de meest belangwekkende historische plekken in Israël. Tijdens de Romeinse overheersing diende deze oude ruïnestad 500 jaar lang als hoofdstad en administratief centrum. De stad werd tussen 22 en 10 jaar voor Christus gebouwd door koning Herodes de Grote en van water voorzien door deze goed geconserveerde aquaducten. In haar gloriedagen telde de ommuurde stad 50.000 inwoners. Na de dood van Herodes werd de stad de zetel van Pontius Pilatus. Hij werd opgevolgd door andere overheersers en met hun komst verlieten de meeste inwoners de stad en nam het duinzand bezit van Caesarea. Pas na Israëls onafhankelijkheid in 1948 ontdekte men wat hier onder het zand lag en werd met opgravingen begonnen. Zo kwam ook het amfitheater tevoorschijn. Na grondige restauratie wordt het nu gebruikt als openlucht concerttheater. Terug op het station van Haifa, waar we instappen voor het laatste deel van onze reis. We reizen verder noordwaarts en bezoeken dichtbij de grens met Libanon het badplaatsje Nahariya. Het korte traject van 40 kilometer voert ons opnieuw door de mooie groene kustvlakte. Langzaam mindert de razende trein vaart. We naderen het station van Nahariya. Nahariya werd in 1934 gesticht door Duitse Joden en groeide in de loop der jaren uit tot een vriendelijk badplaatsje met 30.000 inwoners. Het stadje staat bekend als favoriete bestemming voor jonggehuwden. Van heinde en verre komen ze hier naartoe en brengen hun witbroodsweken door aan de grootste troef van Nahariya, het strand. Slechts enkele kilometers ver zien we de contouren van buurland Libanon. 10 kilometer ten zuiden van Nahariya ligt de oude stad Akko. We bezoeken hier de citadel, de belangrijkste bezienswaardigheid die werd gebouwd op de ruïnes van de vroegere kruisvaarderstad. In deze oude ridderzaal vinden we nog een teken uit die tijd, de Fleur de Lis. Akko wordt gezien als een van de mooiste steden van Israël. Ze dankt die faam aan haar karakteristieke Oriëntaalse sfeer en de vele monumenten uit haar verleden. De oude havenstad kent een historie van vele overheersers. Alexander de Grote startte hier een levendige handel met Griekenland. Keizer Claudius vestigde in Akko een Romeinse kolonie. Maar Akko is vooral de stad van de kruisvaarders. Zij veroverden de plaats in 1104 en brachten de stad de grootste welvaart uit haar bestaan. De meeste historische gebouwen van Akko dateren uit hun tijdperk.